Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Wij zijn dus gisteren van Dubai teruggekomen. En Dubai was dit keer echt zo heerlijk. We hebben echt zo genoten in Dubai. Ik heb het alleen niet gevlogd. Maar nu heb ik wel een beetje spijt van, want ik vind het altijd heel erg leuk om mijn eigen reisvlogs gewoon terug te zien. Maar het was voor een keertje wel leuk. En nu ben ik onderweg naar een heel spannende afspraak. Dus dat ik echt al een tijdje weer wil. Ik heb één keer mijn lipfillers laten verwijderen, omdat ze gewoon heel overdreven waren gedaan. Eigenlijk zijn ze helemaal niet mooi gedaan. Laat ik daarmee starten. En ik heb besloten om opnieuw mijn lipfillers te laten verwijderen. Ik leg het even zo neer, dan kan ik even rustig praten. Ik heb dus besloten mijn lipfillers te verwijderen, omdat ze gewoon letterlijk om mijn lippen heen zitten. En ik vind dat echt, echt niet mooi. Je ziet het echt van een bepaalde hoek ook echt super goed. En van de zijkant zie je het, ik weet niet of je het nu goed ziet. Maar ik vind het dus echt niet mooi. Dus dat ga ik allemaal laten verwijderen. En tegenwoordig heb ik echt zulke goede artsen die gewoon echt bepaalde technieken doen waarbij je dus de filler gewoon binnen de lip gewoon houdt en dus niet om je lip heen. Dus ik denk dat ik het daarna heel subtiel ga corrigeren. Een vriendin had me een tijdje geleden een arts toegestuurd die echt heel goed is in lippen doen. En ik ga dus vandaag mijn lippen dus laten verwijderen bij haar en ik ga het ook laten corrigeren door haar. Maar ik ga het echt op een heel subtiele manier corrigeren waarbij je dus eigenlijk de bedoeling is dat je het niet ziet. Maar ook gewoon dit eromheen allemaal niet meer. Ik vind het echt, echt niet meer mooi. Ik ben aangekomen bij mijn afspraak. Ik ben iets te vroeg moet wachten. En nu word ik opeens heel erg zenuwachtig. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik lipliner erop heb gedaan. Echt stupid. Oh my god, people. Dit ben ik erna. Lekker alsof ik net gewoon mijn lip heb gespoten. Maar ik heb ze laten verwijderen en ze heeft me echt heel veel prikjes gegeven. Want ja, ze worden gewoon voor zorgen dat ik er in één keer van af was. Want het kan zijn dat je een tweede sessie hebt. Ik voel mijn lippen ook echt gewoon totaal niet meer. En daarna ga ik ze dus laten corrigeren. Ik vind haar naam heel moeilijk om uit te spreken. Even kijken. Priscilla Sobas. Zij is zo fucking goed, guys. Ik ben terechtgekomen via een vriendin bij haar. En zij doet de lippen echt zo mooi. Ik ga dus alles laten verwijderen. Ik wil gewoon niks van mijn oude lipfillers. Ik wil niks hier zien. En dan ga ik het subtiel door haar laten corrigeren. Ik ben echt blij dat ik bij haar terecht ben gekomen. Want ik heb haar werk net gedeeld op mijn Instagram. Het is niet eens een samenwerking of wat dan ook. Maar mocht je iemand zoeken om je lippen te doen, guys. Zoek dan gewoon iemand die het gewoon heel goed kan. Zij zit altijd vol. Ze zegt genoeg. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik ben niet zo van het promoten van dit soort dingen. Ik hou er ook echt totaal niet van. Weet je, ik heb heel vaak gewoon ook botox fillers gedaan en niet gedeeld. Maar weet je, soms vind ik het wel gewoon fijn om dit soort dingen te delen. Kijk, een tijdje geleden heb ik bijvoorbeeld ook gedeeld elke keer als ik bijvoorbeeld botox nam tegen de tandenknarsen. Ik weet niet of jullie het kunnen herinneren, maar ik doe altijd botox voor het tandenknarsen. En dat helpt mij gewoon heel erg in de nacht. Want ik doe ook aan kaakklemmen. En dat deel ik ook heel graag. Omdat ik denk van ja, daar hebben mensen ook gewoon wat aan, weet je wel. Maar om elke keer te delen van, nou, ik ga nu een botox doen in mijn frons. Ik ga nu mijn lippen vergroten of zo. Dat vind ik gewoon onzin om te delen. Maar kijk, ik heb nu gewoon iemand gevonden die hartstikke goed is in haar werk. Ik vertrouw haar, weet je wel. Ze is gewoon echt zo goed. Ze is altijd volgeboekt. Ik hoor echt mensen allemaal positief over haar. Dus dan deel ik het ook graag met jullie. Nou, ik zit er even niet uit. Ik ga nu met deze kop naar huis. Dus nu gaat echt, denk ik, mijn lippen weer vergroot. Tenminste, het is zo koud buiten, jongens. Hey, we hebben haard aangedaan. Heb je gezien lekker warm. Hoe lief Lira is vandaag? Nassima heeft pokeball voor ons meegenomen. Oh ja, love it. Ik heb lekker zalm. Wat heb jij gekozen? Ik heb kip. Oh, en hij heeft ook echt zo'n mega grote. Ja, ik heb hem grote genomen. En alleen wel met onze eigen lepels eten. Ja, ik vind die houten lepels ook niks. Heb je zusters? Er soja in, of nee. Oh ja, doe maar voor mij ook een beetje. Oh, lekker. Oh, lekker. Een hele goede morgen. Het is alweer de volgende dag. Ik wil jullie even laten zien hoe mijn lippen eruit zien. Nu, ik ben er eigenlijk best wel blij mee over het algemeen. Het is wel echt heel apart, want ik heb natuurlijk, toen ik lipfillers had, heb ik eens facings genomen. En nu staan mijn lippen wel anders dan, zeg maar, hoe ik het eerst
natural had. Want ik heb gewoon wat grotere tanden. En dat merk ik wel aan mijn mond. Maar voor de rest ben ik er eigenlijk heel blij mee. Nog wel hier en daar een blauwe plek. En mijn lippen zijn echt mega droog. Ik ben er wel blij mee. Maar ik ga ze nog wel hierna iets laten corrigeren. Maar echt heel subtiel. Niet zoals eerst. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is ook echt wel echt nodig. Ik heb sinds 2014 al lipfillers. En de huid, zeg maar, op mijn lippen is ook een beetje uitgerekt. En dat zie je ook echt. Ik heb nu bijvoorbeeld mijn lippen hier overlined. Maar de ruimte tussen mijn neus en mijn lippen is gewoon te groot. En dat wil ik gewoon heel graag corrigeren. En gaat Priscilla voor mij doen. Daar ben ik heel blij mee. Want zij kan echt heel mooi die V-shape doen. Ik kijk er ook echt naar uit. Maar ik moet dus nog 3-4 weken wachten op mijn volgende afspraak. Maar ik kijk daar echt naar uit. Ik heb vanochtend een hele leuke samenwerking gefilmd. Ik kon het vandaag niet echt voor jullie filmen. Maar dat mag ik volgens mij... Nee, deze vlog komt maandag online. Dus ik kan het gewoon filmen voor jullie. Echt een hele leuke collab. Ik heb trouwens een truitje aan van de Zara. Ik vond hem echt zo mooi. Ik heb hem gisteren gescoord. En ik heb dit dus laatst gekregen. Maar dat wou ik echt al zo lang. Het is zo'n parelkoord. En ik vind het echt zo handig. Ik kan dus zo vasthouden. En ik heb er een langere versie van. Die kan om je nek. En dat vond ik echt zo handig. Als je bijvoorbeeld op vakantie of zo bent. Je bent de hele tijd aan het shooten. Vooral ik. Ik maak de hele tijd foto's. En dan kan je het gewoon om je nek doen. In plaats van de hele dag zo je mobiel in de hand. I am so happy with it. Het is dus van Shop Atelier. En de zon begint een beetje te schijnen. Dus ik ga even heel snel shooten. Want daar ben ik hier voor nu. Ik ga even heel snel shooten, guys. En dan... zie ik jullie thuis. Guys, ik had het over een samenwerking en dat ik het voor jullie ging unboxen. Maar dit is hem. Kijk, één keer, guys. Het is een samenwerking van Barbie met Steampot L'Oreal. En ik heb gewoon een fel roze Steampot gekregen. Echt zo cool. Ik moet hier dus een paar looks mee creëren. Maar kijk wat ik nog meer heb gekregen. Ik heb trouwens ook nog producten erbij gekregen. Maar kijk dit. Ik mocht dus 3 Barbies uitkiezen die hierop stonden. Kijk. Hoe vet. En ik heb natuurlijk eentje gekozen met krullen. Want kleine Miriam wil altijd een Barbie met zulke krullen. En ik heb deze gekozen en deze. Want die vond ik echt gewoon heel erg cool. Kijk die stijl alleen al. I love it. Deze heeft zelfs een hondje. In ieder geval. Dit zijn ze. Ik heb ze gekregen. Kijk één keer hoe mooi. Oh my god. Hoe vet is dit. En deze Barbie. Ik vond deze echt zo cool. Die heeft zelfs heel volle bovenbenen. I love it. Super mooi. Dit zijn echt... de mooiste Barbies die ik ooit heb gehad. Vandaag ga ik hier dus 3 looks mee creëren. Die zie je heel snel voorbij komen. Nou, ik ben hier echt zo blij mee, guys. Kijk, zelfs dit is roze. Waar je zeg maar de water in moet doen om het erin te spuiten. Een hele goede morgen. Het is alweer een dag verder. Ik heb gisteren dus mijn haren even heel snel gestapt met een steampot die ik had gekregen. Die heb ik laten zien. Ik had al een normale steampot. En toen kreeg ik daarna nog een Barbie steampot. Daar ben ik echt heel blij mee. In principe werken ze natuurlijk allemaal hetzelfde. Ik ben me nu aan het klaarmaken. Want ik ben dus nu bezig met de samenwerking voor de Barbie steampot. Ik heb al een reels opgenomen gisteren. En 2 stories waarvan 1 online is. Dat is in principe de unboxing. En nu ga ik een TikTok maken. En ik ben eigenlijk... helemaal niet zo actief op TikTok, maar ik wil het heel graag oppakken. Dus ik ga gelijk voor de Barbie steampot een TikTok maken. Maar dit wordt een heel speciale TikTok. Jullie moeten het echt even in de gaten houden. Ja, ik kan er eigenlijk niet over zeggen. Je moet het echt in de gaten houden. Het is eigenlijk iets voor jullie. In ieder geval, ik ga nu nog mijn wimpers opplakken. Ik krijg trouwens heel veel... complimenten in de DM's van jullie over mijn natural lips. En ik vind het ook mooi, maar ik hoop niet dat ik jullie ga teleurstellen. Want ik heb eigenlijk al gezegd dat ik ze nog ga corrigeren. Ze worden niet meer zo big als eerst, maar ik ga ze dus echt op een heel mooie natural manier corrigeren. Ik heb wat betreft botox en fillers, ik heb wel eens botox in mijn frons gedaan. Maar dat werkt natuurlijk uit, zoals jullie weten, na 3 maanden is het in principe al weg. En filler heb ik wel gehad in mijn lip.
En ik heb wel eens mijn kaaklijn gecorrigeerd. Allemaal uitgewerkt. Dan hebben we het nog niet helemaal goed. Maar ik kan nu in principe heel mijn gezicht bewegen. Dus in principe, ja, mijn gezicht gewoon letterlijk. Ik kan alles bewegen. Ik kan boos kijken. Mijn fillers op mijn lippen zijn eruit. Mijn kaakfillers heb ik ook gehad. Hier, om het hier een beetje te corrigeren. Hier. Is ook helemaal uit. In principe is dit gewoon mijn gezicht. En ik heb er bewust voor gekozen om het heel lang niet te doen. Want ik ga het dus nu allemaal doen bij Priscilla. Ik ga dus weer gewoon botox in mijn frons doen. En mijn lippen corrigeren. Ik zit aan traagwoordfillers te denken. Want ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gehad. Maar ik merk gewoon het laatste jaar dat ik opeens hier van die diepere wallen, zeg maar, achtige krijg. En ik wil er heel graag vanaf. Dus ik ga misschien dit keer ook voor traagwoordfillers. Dus ja, dat wordt een extreme makeover. Nee, grapje, ik hou het heel subtiel. Guys, ik heb dus net alles opgenomen en ik ga nu even alles editen. Nessim komt zo thuis en gaan we even samen eten. Ik heb gelukkig nog van die broodjes laatst gekregen van mijn moeder. Die ga ik gewoon lekker opwarmen. En dat is eigenlijk onze avondeten. Ik maak gewoon een lekkere salade bij en dan ben ik gewoon ready. Nou, ik vind deze shot echt zo mooi. I like this one. Yes, I like it. Een hele goede morgen, guys. Ik heb me vandaag klaargemaakt, want ik ga echt na een heel lange tijd weer eens naar een event. Ik heb het echt al heel lang niet gedaan, maar ik heb er weer zin in na zo'n lange tijd. Ik heb een heel leuk outfitje aan. Ik heb dit jasje, het leren jasje. Het is een cropped leren jasje van Bershka. Heb ik een tijdje geleden gescoord. En ik heb daaronder een kooltruitje aan van de Zara. En ik weet niet of je het goed kan zien. Maar ook een broek van de Zara die erbij past. En ja, yeah, that's it. That's the look for today. En ik neem jullie mee naar een event. Eerlijk gezegd, het voor mij soms ook echt wennen is om weer te socializen. Omdat ik echt gewoon best wel veel alleen ben. Of alleen met Nessim. Ik heb zeg maar wel echt een kleine kring om me heen. Of Emine, of Nessim, of mezelf en mijn katten. En soms is het voor mij best wel moeilijk om dan even naar buiten te gaan en nog meer mensen te zien of te ontmoeten. Het klinkt heel stom, maar ik had het al heel erg. Maar door de hele corona-periode is het nog veel erger geworden. Als in, ik ben gewoon heel veel alleen en ik vind dat niet erg. En het is eigenlijk best wel gevaarlijk, want je moet gewoon lekker socializen, je moet lekker naar buiten, je moet nieuwe mensen zien. Dus dat is wat ik nu even weer ga proberen. Een beetje socializen. Ik ga morgen slapen bij Emine trouwens. En ik heb er weer over na te denken om weer naar Istanbul te gaan. Maar goed, ik weet niet of het doorgaat. En anders zie je het ook in deze vlog, denk ik. Of de volgende. Nee. Nee, the divining rod that deeply connects all. Stel dat je een kom is wat lastiger om te lijmen, en, maar er zijn nog borden, dus kijk ook even de organisatie aan, dat kan hè. Dus wat je wil willen, ja. Camera's vast, want dit is echt het leukste moment hoor. Dit, ja. Dit gaat hem niet meer voor de first one, we have got a winner. Oké, Goed groep. Ja. Nou, Nee, die is niet meer te repareren. Mengen we het weer. Kijk wat je dan krijgt. Dat is dus een soort goudlijm van decomponentenlijm en goudpoeder. Ik ken het niet van. Is goed. Hoe zit het met de borden? Nee, dat komt goed. Ja? Ik heb het volgens mij. Ik ben alweer een tijdje thuis. En ik heb dus een pakketje gekregen. Ik was toen thuis gekomen en ik had echt zoveel trek dat we gewoon lekker een soepje buiten zijn gaan eten. Het was heerlijk. We hebben Vietnamese noedelsoep gehad. I love it. Ik heb een pakketje gekregen. En die ziet er als volgt uit. Kijk hoe clean alles eruit ziet. I love it. Het ging dus om deze nieuwe collectie, de Waso collectie. Voor de jongere huid in principe.
En het bevat een gel to oil cleanser. Dat is deze. En een hydrating moisturizer. Zwaar nodig. En ik heb hier een beauty sleeping mask. En die wil ik dus heel graag uitproberen. Want die kun je dus gewoon opdoen voor het slapen gaan. En dan is jouw huid in de ochtend gewoon helemaal gehydrateerd. Ik ben heel benieuwd, want het ziet er ook echt... Oh, is het er anders uit dan ik had... Is dat hem wel? Wacht eens even, is volgens mij omgedraaid. Dat is deze. Kijk. Het ziet er ook een beetje zo gek uit. Maar hier zit dus ook vitamine C in. En het kun je dus opdoen voor slapen gaan op een schone huid. En dan word je dus helemaal met een mooie gehydrateerde huid wakker. Dus dit ga ik zeker uitproberen. Want mijn huid is best aan de droge kant op dit moment. En trouwens, dit is het bord dat ik heb gemaakt. Wij gingen dus eerst borden kapot maken met zo'n hamer. En daarna moesten we dus met lijm en goud alles aan elkaar plakken. En dan heb je allemaal van deze mooie designs. En deze is van mij. Dit is niet de originele bord die ik kapot heb gemaakt, want daar was niks van overgebleven. En dat was echt moeilijk om aan elkaar te lijmen. Dus dit is mijne nu. Voor de rest echt allemaal leuke producten van... Er zijn allemaal leuke producten die ik allemaal uit ga proberen deze dagen. Dit is... wat is dit? Ik ga naar boven? Nee, ik ga naar Albert Heijn. Oh, ik kom mee. Ja? Vind je het niet gezellig? Dat vind ik wel gezellig, maar ik wil... Oh ja, ik heb hier een scrub masker. Die wil ik ook heel graag uitproberen. Als je deze gebruikt, zeggen ze dat je huid daarna echt gewoon helemaal glad en mat is en helemaal strak. En als je daarna make-up op doet, het echt gewoon geweldig uit. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Guys, ik ga weer met Nessie naar de Albert Heijn. Want wat wil je hebben? Heb ik geen fles water? Jawel, hier. Nee, alles op. Oh, nou dan gaan we daar naartoe. Gezellig hoor, Ness. Gezellig hoor. Uitstapjes. Loving it. Bye bye.